wij als ministerie hebben een brief klaar liggen om onze advocaat de opdracht te geven om het verzoek te doen bij de rechter om het beslag op te heffen. Het is een slepende kwestie. Het is een kwestie dat begonnen is in 2011. Nu zijn we in 2018. Een heleboel zittingen zijn geweest. Nu is dat wij dus vanuit de overheid toch wel op een bepaald moment de gelden moesten vrijmaken. Dat is gebeurd. En nu moet de Ditra maar komen registreren. En dat hebben ze nagelaten. Ondanks dat het geen gebruik is, maar vanwege het belang van de beslagleggende case, hebben we toch proactief gehandeld om zelf te bellen, om de mensen te verwittigen dat ze langs moesten komen. En dat is ook aan ons toegezegd. Maar tot vandaag de dag, het moment dat ik u spreek, zijn ze niet langsgekomen. Het is een lang verhaal. Op een gegeven moment heeft, vanaf het begin van het project, heeft het bedrijf eigenlijk een voorschot gekregen voor werk dat ze niet hadden gedaan. Wij hebben toen als ministerie beslag gelegd. Eerst en daarna hebben we een dadingsovereenkomst ondertekend. Zij hebben zich weer daaraan niet gehouden. Zij hebben toen gevraagd dat we eigenlijk het beslag moesten opheffen. Omdat ze in problemen zouden komen met het uitbetalen van werknemers. Wij hebben meegewerkt. Vandaar dat persoonlijk ik vind dat men onredelijk is geweest om daarna over te gaan tot beslaglegging. Alhoewel men eigenlijk weet hoe de zaak in elkaar zit. We wachten nu dus eigenlijk op de oplevering van het project. En het project kan nu nog niet worden opgeleverd omdat die machines gewoon nog niet in die powerhouse zijn. Het resterend bedrag, laat me het aangeven, het totaalbedrag was 1,5 miljoen. Er was al 600 zoveel betaald en op 28 februari is 946.000 honderd ten goede de bedragen daarna.